Het fornuis is voorgoed uitgedraaid in restaurant Kokkie in Den Bosch. Er wordt geen bonchef meer geroepen in de keuken en er verschijnen geen culinaire hoogstandjes meer op de borden. Gisteren werd bekend dat het restaurant dat bekend werd door het tv-programma Mijn Tent is Top failliet is. Je zou zeggen, jullie gaan vanmiddag weer open, maar dat is niet het geval, hè? Nee. We zijn nou besloten om dicht te gaan. Ja, hoe moeilijk dat ook is, maar... Ja, op een gegeven moment kan je niet anders. Je moet op een gegeven moment eerlijk zijn naar jezelf. En als de kosten waren zo hoog, we hebben het gewoon niet gehaald. En we hebben echt ons best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Naar iedereen toe, naar mijn leveranciers, naar mijn personeel, naar mijn gasten. En op een gegeven moment moet je gewoon beslissen dat je ermee moet stoppen. Ja, natuurlijk heb ik in het begin wel fouten gemaakt. Als ik het achteraf alles weet, dan is het een stuk makkelijker, maar dat is niet zo. Dus ik kan niemand iets verwijten, maar een stukje crisis zit er wel mee in. Mensen gaan gewoon wat minder vaak uit eten of geven wat minder uit. En dat merk je wel. Ja, dat is triest hoor. Maar restaurant Kokkie is niet het enige restaurant dat ten onder gaat. De crisis slaat ook hard in de horeca toe. En bij mij aangeschoven is Kees Goossens. Hij is voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland Regio Oost-Brabant. Kees, van harte welkom. Kokkie failliet. Was je verbaasd over dit nieuws? Ik hoorde het toen jullie belden. Oh, je wist het ook ik nog niet. Ik wist het ook niet. Nee, verbaasd. Ben je verbaasd van zoiets? De kosten die reizen het pan uit. Mm-hmm. En zeker in dat segment waar Kokkie zich in bevindt. Daarin is het heel moeilijk op de dag van vandaag. De recessie speelt een rol. En de kosten. Zij hebben veel meer kosten als een normaal horecabedrijf. Zij zitten in een hoog segment. Personeelslasten zijn veel hoger. Inkoop van de producten zijn veel hoger. En de maatlasten wat betreft huur, daar zal er ook niet om gelogen hebben, gelet op de locatie. Die zijn exorbitant. Mm-hmm. De huurprijzen die gevraagd worden, dat mag niet meer zijn als 10% van de totale omzet. Maximaal. En als je dan ooit gaat kijken dat er huurprijzen gevraagd worden tussen de 5.000 en de 10.000 euro per maand. En dan moet je daar de omzet tegenover zetten. Nou ja, dan snap je ook hoeveel mensen dat er binnen moeten komen. Ja. En die omzet is gewoon niet te realiseren. Men moet eerst ook in de markt eens even gaan kijken. Die prijzen mogen wel wat omlaag op bepaalde locaties. Maar ja, dat het is allemaal niet nog wel. Niet zo slecht hoor. Maar kijk, als je nu kijkt naar dit bedrijf. Hè, Kokkie is natuurlijk een bedrijf dat meegedaan heeft aan Mijn Tent is Top. Nou, dan krijg je alle aandacht van de wereld. Ze hebben een geldbedrag van 3 ton gewonnen. Een betere start kun je toch eigenlijk bijna niet hebben? Ik heb er geen inzicht in wat dat er allemaal tegenover staat. Want je kunt wel 3 ton winnen, maar als je eerst 6 ton moet uitgeven om bij wijze van spreken daar mee te kunnen doen, zit je nog tegen de last van 3 ton. Mm-hmm. En die 3 ton die er binnenkomt, is die wel of niet inkomstenbelasting, moet je daar over betalen? Ik weet het niet. Maar is dit dan een voorbeeldje van vergankelijke roem of is er dan gewoon meer aan de hand? Ik kan daar niks over zeggen over dit bedrijf, want ik weet het niet, ik ken het niet. Er zijn zoveel bedrijven in Nederland, 43.000 in de top, daar zijn er maar een paar. En ik ken dat segment niet goed genoeg om te kunnen zeggen... En als je dan algemeen kijkt, de horeca in Brabant, hoe gaat het dan mee? In het algemeen gaat het goed in de horeca in Brabant. We hebben 6300 horecabedrijven in Brabant. Daar zijn er een stuk of 300 meer dan een paar jaar geleden. Dus er komen er alleen maar meer. Er zit groei in. Er zit ongetwijfeld groei in. Vandaag is ‘s-Hertogenbosch uitgeroepen tot de gastvrijste stad van Nederland. Nou, dat had de Kokkie ook. En Breda, ja. Ja, hadden ze eerder moeten doen misschien. Ja, maar en Breda is de tweede van Nederland. We hebben toch een Brabant. Ja. En daarvan wordt speciaal genoemd de horeca. Maar de horeca is niet één bedrijf. De horeca zijn zoveel bedrijven. Samen is het gastvrij zijn. Dat is ons motto. Niet het product zelf, maar het gastvrij. Dat maar het is natuurlijk wel een moeilijke tijd. Hè? Want gaan mensen ook echt minder uit eten? Het bestedingspatroon is een stuk lager als voorheen. Maar het is juist in deze tijd moet je als ondernemer proberen je hoofd boven water te halen door flexibel te zijn. De markt is een continu veranderend proces. De horecamarkt is niet iets van dit staat er, dat kan ik 50 jaar doorvoeren. Dat je is moet continu, blijven veranderen. Continu meegaan, flexibel maar, zijn. Hoe doe je dat dan? De ene zal het op een andere manier doen dan de andere. Daar is iedereen niet meegegeven, omdat direct. Maar de goede ondernemers, die zijn er. Die zijn er. Er zijn meer als genoeg hele goede ondernemers. Ik mag hier geen namen noemen, maar ik ken sowieso een bedrijf in Brabant. Die zich ontzettend goed in de markt, heel laag geprijsd, fantastisch goed product. In een magnifieke
bedrijven magnifieker uitzien. Maar zijn dat de ingrediënten dan? Lage prijs, goed eten? De prijskwaliteit moet er natuurlijk wel goed zijn. Maar als ik nou kijk, zeg maar, ook de social media, die wordt helemaal volgegooid met verschillende acties. Hè, 3-gangen menu voor 20 euro. Het kan zo gek niet op. Het is zo, de prijzen zijn zo laag, ja, dat je denkt, van kan daar überhaupt nog aan verdiend worden? Ik denk dat er bedrijven zijn die zeggen van dat lukt absoluut niet meer. Maar als je echt heel innovatief bent, zijn er bedrijven die het heel goed doen. Heb jij een gouden tip? Nee, een gouden tip heb ik niet. Want ik kan, de horeca is zo'n wisselend tak. Er zit niet één bedrijf dat hetzelfde is als het andere. Je kunt wel een concept neerzetten. Als je dat concept op diverse plaatsen neerzet, zelfs dan is het nog mogelijk dat hetzelfde concept op de ene locatie wel slaagt en op de andere locatie niet. Daar is geen, als dat zou zijn, als je direct zou kunnen zeggen, dit is het, zo moet je het doen. Dan ja, is dat zou het mooiste zijn. Maar dus een ondernemer moet blijven vernieuwen en meegaan met zijn tijd. Het blijft een moeilijke branche, maar wel een hele mooie branche. En er zijn zo ontzettend veel leuke ondernemers. Volgende week hebben we de markante ondernemeruitreiking in Brabant. We hebben daar een ondernemer voor weten te vinden. Of we hebben gevonden waar we zeggen, ja, dit is uniek. Ja. Die zet daar in deze tijd een fantastisch winstgevend bedrijf neer. Even kortom, jullie doen er in ieder geval alles aan om die horeca-ondernemer in het goede daglicht te zetten. Wij proberen er op steeds over nu. En wij hebben zelfs van allerhande manieren om mensen intern opleidingen te verschaffen. Dus ik wil me heel graag hierbij laten, Kees. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En ik hoop dat het heel snel weer wat meer gaat aantrekken dan. Dank je wel.